de poorten open gaan, krijg je een hoge kans voor manifestaties. Het gaat niet altijd over het vormgeven en het 3D, want zolang je niet op de juiste frequentie zit, zal je naar jouw bewustzijn manifesteren. We evolueren massaal van een carbonen lichaam naar een kristallen lichaam. Eén van de openingen door alle energetische verschuivingen is dat wanneer je ervoor kiest, je als ziel een heel snelle groei kan doormaken. Waar we tot voor kort nog gemiddeld 8 jaar nodig hadden om tot een volgend level van bewustzijn te komen en de sluier van vergetelheid af te leggen. Alle collectieve wereldse gebeurtenissen duwen ons als geheel omdat we het eenheidsbewustzijn zouden integreren in ons dagelijks leven. Meer eenheid in je leven door alle innerlijke polariteiten te verenigen zodat dit zich toont in je realiteit. Maar ook in je schaduw en licht in balans brengen. Net als leren de mannelijke en vrouwelijke essentie te integreren als één, opdat je spiritueel meesterschap kan verwerven. Op dat punt zal je ziel als oneindige energie zich tonen in je fysieke incarnatie. Het diepere weten van je ziel wordt steeds meer geactiveerd. In deze transitie verhoog je jouw lichtfrequentie en veranker je jouw licht aan een hoger tijdslijn. Hiervoor werken we samen met aardsengel Raziel en de zilvergrijze straal. Belangrijk om mee te geven is dat je altijd een keuze hebt, ook al lijkt het niet zo. Dus gebruik je vrije wil om je leven ten goede te veranderen. Als je te lang wacht of weigert om een keuze te maken, dan zal het universum voor jou beslissen. Je eigen pad kan je niet oplopen. Kies om licht en eenheid te creëren in jouw leven. Stem af op hogere tijdslijnen. Een nieuw lichtwerk is online. Aan jou de keuze of je verbindt met het hogere of niet. Onthoud dat een hoger licht nog diepere schaduwen triggert, enkel en alleen omdat je ze zou transformeren en nog meer zou healen. Ten slotte brengt innerlijke eenheid en zielsafstemming meer balans, meer vrijheid en harmonieuze relaties en onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je klaar voor bent om deze overdracht en transitie te ontvangen, kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele plek. Sluit je ogen wanneer je klaar voor bent en adem richting je buik. Bij elke ademhaling laat je stress en spanning los en adem je ontspanning en rust in. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en in die rust. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en in die rust. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. Alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via jouw benen naar de aarde. Adem in en laat je buik boller worden. En adem uit via je mond. En doe dit zodat je in 4 tellen inademt. Hou dan even je adem vast gedurende 3 tellen. En blaas vervolgens zachtjes hoorbaar in 4 tellen weer uit. Ik vraag je hogere zelf om je bij te staan bij deze transitie. Geef toestemming aan je hogere zelf om in je energieveld te komen. Blijf rustig doorademen. En ik vraag eveneens aartsengel Raziel om de zilvergrijze straal om ons bij te staan in deze transitie en in het werken met tijdslijnen.
vraag dat jouw grondingscode worden aangepast en geoptimaliseerd aan jouw huidige energie. Zie hoe de 5 grondingscoden verschenen, allen met een gouden kleur. 2 grondingscoden vertrekken vanuit je voetchakras, onder aan je voeten, naar de kristallen kern van de aarde. 1 grondingscoord vertrekt vanuit je basischakra, de hoogte van je steut. 1 grondingscoord verbindt je hartchakra met de kern van de aarde. 5e verbindt je pijnappelkleur in het midden van je hoofd via een gouden grondingscoord met de aarde. Laat alles wat je niet meer nodig hebt in je verdere groei via deze grondingscode naar de aarde stromen. En wees dankbaar dat de aarde deze energie voor jou transformeert. Je kan hulp vragen aan de lichtwezens van de eenheid en geef hen toestemming om jou te ondersteunen in het proces van bewustwording. Nodig je gidsen en beschermengel uit in je energieveld om de overgang te maken van je huidige tijdslijn naar het tijdslijn met de hoogst mogelijke frequentie, zodat het nog steeds voor jouw hoogste goed is en in lijn met de lessen die je ziel wenst te leren. Wanneer je dit gedaan hebt, visualiseer dan dat je op een strand staat. Het maakt niet uit hoe het strand eruit ziet, je bent op het strand van je droom. Je voelt de vrijheid en de helende kracht van het water dat over de aarde heen stroomt. Je sluit je ogen en ademt de zuivere lucht in. De frisse bries gaat over je heen en stroomt zo mee je energieveld in. Je voelt dat je op het punt staat waarop je mag kiezen. Het is tijd om te kiezen welk leven je verder wilt ervaren. In dit oneindige universum zijn er oneindig veel mogelijkheden met zoveel tijdslijnen als je kan bedenken. En daarom ga je op de grond zitten. Het zachte strand. Je zit in kleermakerszit en je handen hou je op je hart. Je gezicht richt zich op de warme stralen die je ontvangt van de zon. Je ademt diep in en terwijl je dit doet, zie je een zilvergrijze bol verschijnen aan het wateroppervlak. De bol komt dichter en stopt op ongeveer 1 meter afstand van jou. Daar verschijnt aartsengel Raziel aan jou. Hij vertelt jou dat hij tot bij jou gekomen is vandaag en dat je klaar bent om meester te worden over jouw leven. En dat betekent dat je de kans krijgt om een nieuwe weg in te slaan. Kortom, een nieuwe tijdslijn te kiezen. Je herschrijft je levensverhaal. Aartsengel Raziel vraagt of je klaar bent voor deze keuze. Aan jou om hem te antwoorden. Als je voelt dat je niet klaar bent, dan kan je nu rustig je ogen weer openen en deze transitie verlaten. Elke ziel kent zijn eigen proces en dat is oké. Je kan later altijd terugkomen. Doe geen overhaaste zaken en weet dat alles altijd goed is. Voel je daarentegen diep in je hart en je ziel dat je klaar bent voor deze diepe verschuiving, hou dan verder je ogen gesloten. Aartsengel Raziel zal jou verder de mogelijkheden tonen. Je zit nog steeds op het strand. En voor jou
staat nog steeds aardzender als jij. En hij laat voor jou een raster verschijnen, gemaakt van zilvergrijze lijnen. Je ziet zowel verticale lijnen als horizontale lijnen. En als je goed kijkt, zijn deze lijnen net als een bol en lopen ze eigenlijk allemaal door elkaar. Daarom haalt aardzanger Raphaël de lijnen die voor jou belangrijk zijn uit het raster van de zilvergrijze kristallenbol. Er verschijnen nu 12 zilvergrijze lijnen voor jou. En ze lopen horizontaal, dus van links naar rechts. Net zoals je de tijdslijnen kent uit jouw geschiedenisles. Vraag nu aan je gidsen en je hogere zelf om die tijdslijn die voor jou hoogste goed is en degene die het meest aangewezen is voor jouw groei nu te laten oplichten. Laat de andere tijdslijnen verdwijnen. En enkel je huidige tijdslijn, wat de onderste is, en je nieuwe tijdslijn, de bovenste, zijn nog zichtbaar. Vraag nu aartsengel Raphaël om alles wat nog geheeld mag worden en die verbonden is met je huidige tijdslijn, om dat nu voor jou in orde te brengen. Dankjewel. Ik vraag aartsengel Raphaël en aartsengel Raziel om alle verbindingen en koorden die er nog zijn met de huidige tijdslijn, om die te transformeren en op te lossen naar optimaal voor ieders hoogste goed. Vervolgens zie je hoe je huidige tijdslijn minder zichtbaar wordt en er enkel nog je nieuwe tijdslijn voor jou zichtbaar is. Geef toestemming aan aartsengel Raziel om jou te verbinden met die nieuwe tijdslijn, om de nodige koorden aan te brengen en om alles wat je nodig hebt om je nieuwe leven vorm te geven op je pad te brengen. Aartsengel Raziel helpt je om deze kwantumsprong te maken. Wees dankbaar voor alles wat geweest is en alles wat op je pad zal komen. Vanuit de nieuwe tijdslijn, de zilvergrijze straal, doorheen je energiesysteem stromen. Geef toestemming aan de zilvergrijze straal om je volledige energieveld te vullen. Voel hoe de zilvergrijze straal alles transformeert dat niet meer een hogere tijdslijn past. Geef toestemming aan de zilvergrijze straal om in elke hoofdchakra een zilvergrijze vlam te verankeren. Deze vlam zal je behulpzaam zijn tijdens je verdere groei als ziel en je bewustzijn nog meer verruimen.
Het diamantenbewustzijn of het eenheidsbewustzijn is als een lichtcode in je systeem geschreven. Deze transitie activeert de lichtcode, waardoor je in staat zal zijn om een snelle transitie aan groei door te maken. Laat de zilvergrijze straal verder zijn werk doen. En op het ogenblik dat je de stroming voelt afnemen, bedank je jouw hogere zelf, de lichtwezens van de eenheid en gidsen, als ook aartsengel Raziel, aartsengel Raphaël en de zilvergrijze straal. Alle energieën verlaten je energieveld opnieuw, waardoor je lichaam zich opnieuw aanpast aan de energie op aarde. Je grondingscode zijn geoptimaliseerd aan je nieuwe, hogere energie. Jouw energieveld is optimaal beschermd. Breng je gidsen jou terug naar waar je nu bent. Kom vervolgens terug in je lichaam en kom weer volledig terug naar het hier en nu. Je wordt weer bewust van de omgeving om je heen. Voel je lichaam via je vingers en tenen. Voel goed je lichaam en zeg 3 maal ik ben gevolgd door je naam. Zeg 3 maal ik ben gevolgd door je naam. Open je ogen wanneer je klaar voor bent. Bevestig dat je volledige bewustzijn aanwezig is in het nu. En als je dat wenst, kan je jouw inzichten opschrijven. Maar vooral bedank jezelf voor het werk dat je hebt gedaan. Zoals altijd wordt deze transitie jullie in oneindig veel liefde en licht aangeboden.